twee heren. Rechts Erwin Wiggers, voorzitter van Voor Winterswijk. Links de lijsttrekker voor Winterswijk. Als we even terugkijken, Tom van Beek, van de laatste periode. Heeft u eigenlijk nog spijt van dat u bij de VVD bent weggegaan? En dat door nog een raadslid die overstap heeft gemaakt naar VW, dat de VVD eigenlijk gehalveerd is? Ja, de VVD gehalveerd, dat is niet mijn doel geweest om de VVD te halveren. In mijn VVD-tijd weet ik ook dat ik een tijd heb gehad dat we van de VVD een mooie echte club gemaakt hebben. Die goede dingen wilden doen voor Winterswijk. Ja. Maar dat zag ik natuurlijk afdwalen. Ja. En de reden waarom ik echt opgestapt ben, weet iedereen natuurlijk. Maar de reden waarom ik begonnen ben, weet ook iedereen. Dat er eigenlijk een coalitie is gesmeed wat niet de voorkeur van Winterswijk was. En waar ik eigenlijk zag van nou, dat kan anders. Ja. En dat ik van een hoop mensen de roep kreeg, Tom, ga er weer zitten, we willen jouw geluid horen. Dus dat is de reden geweest dat ik daar ben gaan zitten. En dat eigenlijk nu zo uitpakt. Dat ik nou zo'n mooie club om me heen heb, die ik eigenlijk met niet veel moeite binnen heb gehaald of die zelf binnen zijn komen lopen. Ja, dat verwondert mij eigenlijk ook wel en daar ben ik wel heel blij mee. Dat zegt eigenlijk wel iets, denk ik aan. Ja, dat zegt toch wel iets. Dat het toch wel anders moet, denk ik, in Winterswijk. Dat ik misschien toch wel een punt geraakt heb. De verkiezingen zullen uitwijzen of dat echt een punt is waar we geraakt hebben. Dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Maar als die mensen mij bellen van nou Tom, het is tijd dat ik wat bij je ga doen. Want wat er nu gebeurt, dat zint ons niet. Ja. Dan blijkt wel dat er iets niet goed gaat in het gemeentebestuur hier in Winterswijk. Ja. De gemeentepolitiek. Rechts van u, voor u links, maar voor de kijkers rechts, Erwin Wiggers. U heeft de club, gaat u nou versterken of heeft versterkt als voorzitter? Ja. Tom en ik zijn met elkaar in contact gekomen omdat ik op het Tunterveld woon. Ja. Waar, toen wij er kwamen wonen, een maand later zou er een zonnepark komen. Een jaar later kwam er industrieterrein, een jaar later kwam er woningbouw, een jaar later kwam er industrieterrein. Nu gaat er weer woningbouw komen. Dus, en de grap was dat eigenlijk nooit iemand met de familie Wiggers die daar woonde gesproken heeft. En Tom was eigenlijk de enige die dat wel gedaan heeft bij ons thuis. En zo zijn Tom en ik met elkaar in contact gekomen. En al snel bleek dat Tom zijn ideeën prima aansloegen bij wat wij ook vinden. En toen hebben we de handen maar ingeslagen. Ja, het is net een chameleon eigenlijk, hè, de hele Tunterveld. De ene keer bedrijventerrein, dan huizenbouw. Ja. Er was ook een keer natuurontwikkeling. Ja, het kan alle kanten op. Het kon alle kanten eigenlijk op. Ja. Daar voel je het niet prettig erbij als burger die daar woont. Nee, klopt. Kijk, het punt is niet zozeer dat het in mijn achtertuin is. Dat punt zijn we al lang gepasseerd. Ja. Maar waardoor ik met Tom in contact kwam, was ook kijken van wat willen we eigenlijk met een mooie buitengebied. En het is een stukje buitengebied. En het is wel grasland. Ik weet het, iedereen ziet daar niet de natuurkundige waarde van. Daarachter ligt wel het Mentingbos, wat fantastisch is. Maar het gaat erom dat je het coulissenlandschap en de natuur die we in Winterswijk hebben, dat we daar zorgvuldig mee omgaan. En het opofferen naar zomaar honderden woningen of zomaar een industrieterrein met in het slechtste geval hele grote megahallen, is het slechtste wat je als Winterswijk kan doen. Ja, u was ook heel nijdig, hè, in die raadsvergadering van een paar maanden terug, dat u de toon zette eigenlijk richting de politici. Ja, ik herkende mezelf eerlijk gezegd niet die avond, omdat ik was bloedlink. Vanwege het feit dat er gewoon niet met je gesproken wordt. En dat is waar Tom zich voor laat staan, waar ondertussen heel veel Winterswijk zich voor laat staan. We praten met elkaar en dat we een visie hebben met z'n allen waarin we denken het gaat die kant op met Winterswijk en dan moet het een misschien wel wijken of anders worden. Dat is volkomen logisch, maar dan ga je gewoon met elkaar een kopje koffie over drinken en dan ga je eens met elkaar het gesprek aan. En dat gesprek was er niet en daar was ik inderdaad bloedlink over. Ja, dat is ook iets wat als een betrokkenen zijn emotie toont bij inspraak. Ja. Zo gauw het jou goed en haver raakt iets, dan moeten wij als mensen uit van de politiek, moeten wij wel die link leggen dat diegene die inspreekt geen politicus is. En dat hij het niet altijd politiek correct zegt. En dat er ook een stuk emotie bij zit. Zo gauw dat je eigen huisje raakt, je eigen vertrouwde plekje, dan worden mensen wel eens emotioneel. En dan komt er bij de inspraak wel eens een onvertogen woord uit. Daar moet je wel doorheen kunnen prikken. En de volgende dag gewoon weer met die mensen in gesprek durven gaan. En niet zoals ik eigenlijk bij het Zonnepark en bij het Obelink verhaal achter het ziekenhuis zag. Dat het gemeentebestuur of raadsleden de buurt tegen elkaar uit gaan spelen. Ik denk, dat is zo fout, dat is zo jammer. Jongens, omarm die inspraak en prik door die emotie heen. En kijk hoe je weer constructief met elkaar aan de praat kan komen. Hou dat lijntje open en dat is belangrijk. Dat is ook heel respectloos eigenlijk, ja, hè? Zeer respectloos. Ja.
Dat is, we gaan charrettes optuigen, we gaan een betrokkenen paragraaf optuigen. Waar Van Winterswijk voor staat, is gewoon heel normaal doen en met betrokkenen het gesprek aangaan. We gaan op de koffie bij elkaar. Dan heb je de criticasters, zoals Tom die noemt, heb je gelijk te pakken. Je hebt ook misschien wel mensen die voor zijn, maar je hebt al diegenen te pakken die echt betrokken zijn daarbij. Maar dat is een kwestie van de telefoon. Streetijn presenteert en hoe je dat aanpakt. En daar zou je een goed beeldkwaliteitsplan voor moeten maken, ook op bestaande industrieterrein. En als wij dan zien dat een winterwarme vertrekt, nou die laat een heel groot stuk oude gebouwen achter. Philips, Signify, die doet de deur op slot. Ja, ja. Jammer, ook een mooi bedrijf wat best in Winterswijk had mogen blijven. Maar eigenlijk, als je goed bekijkt, zijn die gebouwen uit ja, wat is het, de jaren 80 ook niet meer duurzaam. Het is eigenlijk een slechte indeling van het terrein, want je kan erop wachten dat dat gebouw, zoals het nu te koop staat, in allerlei partjes gehakt gaat worden en aan een hoop mensen verhuurd gaan worden. Prima, daar komen allerlei bedrijven in te zitten, maar verkeerstechnisch en alles, ja, past dat eigenlijk niet. Dus je zou als gemeente naar moeten streven om te kijken of je die plekken kan herontwikkelen. En ja, misschien moet je daar als gemeente hier en daar ook wel eens een keer een stukje van aankopen. En dan wil ik niet zeggen dat je nou alles moet aankopen, maar kijk of je samen met ontwikkelaars en eventueel de provincie erbij kan zeggen, jongens, we gaan die hectares herontwikkelen voordat daar allerlei dingen gaan gebeuren wat onomkeerbaar is. En dan heb je eigenlijk al hectares genoeg duurzaam industrieterrein, ook stikstofneutraal, want dat is al, ja, die stikstofruimte zit daar al. En dan hoef je niet gelijk naar buiten uit te breiden. En natuurlijk zou je wel eens ergens een randje aan de buitenkant af moeten knibbelen. Maar als je eerst heel goed binnen op die industrieterreinen kijkt en je daar gewoon gezamenlijk voor inzet, samen met ondernemers, met ontwikkelaars, met een provincie, om die plekken te herontwikkelen, dan denk ik dat je daar de handen voor op elkaar krijgt. Want ook een provincie, een gedeputeerde, die heeft van het voorjaar in een video overleg met de LTO en met ons als raad en met de wethouder ook wel gezegd van nou Winterswijk, ik wil best met jullie meedenken met het instand houden van de landbouw, maar let op al jullie andere ambities in het buitengebied, want niet alles kan. En daar doelt hij dus wel mee op die grote oppervlakte groene weiden als industrie bestemmen of als woningbouw bestemmen. Wij zijn niet tegen woningbouw. Dat er bij de buurtschappen aan de rand van de kern een paar huisjes bij komen of erven die getransformeerd worden, prima. Want die ruimte moet er zijn en ook in schoppen zijn gebouwen, die ruimte moet er wezen. Maar dat is wel heel wat anders dan een grote nieuwbouwwijk op Tunteveld. Dat de Rikker die punt volgebouwd wordt, prima. Dat stond al jaren te boek en eindelijk kan dat ingevuld worden. Dat moeten we ook doen. Ja. Maar voordat we weer een stap maken over wegen heen met nieuwe wijken, moeten we donders goed kijken wat we hier in de kern kunnen doen. Als ik aan de Laan van Hilbeling kijk, de oude gebouwen waar de moskee in gezeten hebben, zo, ja, dat zou iets prachtigs wezen om daar eens in goed overleg met de eigenaren daarvan te kijken, nou, zouden we daar wat kunnen herontwikkelen? De Gaudiumpanden, er is ja, sprake dat Gaudium misschien nog een keer verhuist. Zouden we daar iets moois kunnen doen voor jongeren, voor ouderen, goede appartementen? We zitten met heel veel verdunning van de huishoudens. Er komen veel 1- en 2-persoonshuishouders. We hebben een hoop ouderen die ook in een grote eensgezinswoning zitten. En er zit een hele hoop die zeggen, nou, laat mij hier maar lekker zitten, want ik zit hier prachtig. Laat mij hier maar tot mijn dood zitten. Maar er zitten ook wel ouderen, oh, ja, ik zou misschien best wel naar wat kleiners willen verhuizen. Maar er is niets wat betaalbaar is. Laten we zorgen dat we daar betaalbare woonruimte voor gaan bouwen. En dat we misschien dat duwtje gaan geven om hun te laten verhuizen. Een stukje hulp, een stukje steun, in wat voor vorm dan ook. Dan komen er weer grotere woningen beschikbaar voor jongeren. En die jongeren gaan vanzelf aan de slag. Dat zie je overal. Waar jongeren huis kopen, die gaan lekker aan het verduurzamen. Ja. Die zonnepanelen op dak isoleren. En zo vullen we het plaatje in. En dan los je een heel groot stuk van het probleem op die manier. Ja. En dat zie ik nu een beetje voorbij gaan met die grootste plannen. Ja, u had het net ook over de provincie, over dat invullen van de weides, van de groene gebieden. Ja, dan is het, als ik die opmerking hoor, dan is het ook niet goed gesteld met de planontwikkeling van de industrieterrein Mr. Weg. Nee, ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Dat wordt een puist in het buitengebied. Ja, ja. En als er echt niks anders meer is, dan zou je een keer ergens een stap moeten maken. Maar er zijn nu nog andere mogelijkheden. Ik heb de enquête ingezien, ja, onder geheimhouding. Maar goed, ik hoef geen namen te noemen van bedrijven. Maar als een ondernemer een enquête in moet vullen en er wordt aan een ondernemer gevraagd van, heeft u in de toekomst ruimte nodig? Dan zal natuurlijk die ondernemer nooit nee zeggen. Iedere ondernemer die sorteert voor op de toekomst, daar is die ondernemer voor. Dat is ook logisch. Toen wij jaren geleden in Ratum een enquête hielden over vliegveld Wenningsveld, ook onder de ondernemers, van ja, hebben jullie behoefte aan een vliegveld in jullie buurt? Ja, nou, toen zei bijna de bakker nog van ja, ik vind het wel makkelijk dat ik een vliegveld in de buurt heb in de toekomst. Ja. Natuurlijk, iedere ondernemer die probeert geen kansen uit te sluiten en dat is logisch. Daar zijn ze ondernemer voor en iedere ondernemer wil in de toekomst uitbreiden. Je kan een ondernemer niet op slot zetten, want dan kan die niet meer ondernemen. Dus wat dat betreft, eens dat er wat moet gebeuren, maar laten we wel kijken
in wat formaat? En moeten we 30 jaar vooruit kijken of kijken we eerst eens 10 jaar vooruit? Ja, je had ook over termijnen of lange termijnen. Ja. Kunnen we ook stellen dat de mogelijkheden van Gaxel nog niet gepasseerd zijn? De grensoverschrijdende bedrijventerrein met vrede? Nou, Gaxel is volgens mij uit de boeken verdwenen. Gaxel wordt een zonnepark, het ene grootste zonnepark van Nederland. Maar vinden een aantal politici van niet? Ja, dat kan. Dat, kan, aantal dat, dat, dat kunnen de zij vinden. Morgen, de nieuwkomer vindt van niet. Nou, prima. De Partij van de Arbeid zit ook al na te denken. Dat is hun keuze. Zeker in verband met die servicecentrum, dat voor bedrijven daar op de grens, Gaxel. Ja. Die stelt zelfs dat het veel te mager is, het hele plan. Ja. Waar moet ik met zo'n gebouwtje? Het is een mooi plan, maar misschien had dat net zo goed hier op Park Achterhoek kunnen zitten. In een van de leegstaande kantoren. Ja. En dan hadden we daar lekker een grensoverschrijdend groen gebiedje gemaakt. Ja, maar goed, dan moet net die rotonde zo bij dat grensgebouwtje komen. Hè? Een kruisverkeer noemen ze dat. Ja nee, tuurlijk, het is een hartstikke leuk plan. Er is jaren aan getrokken, maar ja, en nu is er een ontwikkelaar gevonden die mee wil doen, maar ik weet niet of dit nou aan de gemeente is om zulke soort plannen vlot te trekken. Ik zie wat een bult ambtelijke uren daarin gaan zitten in zo'n plan en wat we er voor voordeel van hebben. Terwijl als je dat kantoor gewoon hier in Winterswijk had zitten of in Vrede had zitten, dan vinden de ondernemers het ook wel. En laten we die ambtelijke uren maar invullen om de mensen in het buitengebied te faciliteren in de vergunningverlening. Want ook die club ambtenaren is alabasters druk. Ik zie ze de best doen. Die buiten over elkaar heen om het voor elkaar te krijgen, maar het is gewoon druk. Er zijn een hoop aanvragen en laten we alsjeblieft zien dat we de capaciteit daar inzetten, daar waar het echt nodig is. U vindt het te veel symboolpolitiek, dit hele verhaal? Ja, symboolpolitiek. Ja, dat precies op de rijksgrens moet herreizen. Het is hartstikke mooi, maar wat krijgen we er nou uiteindelijk echt voor terug? Voor ja, dan moet er een bedrijventerrein eigenlijk bij. Ja, nou, aanvullend aan het Duitse Gaxel. Ik zeg niet dat daar een bedrijventerrein moet. Ik zeg dat we voorlopig hier op onze industrieterreinen genoeg plek hebben, als we gaan revitaliseren, om onze bedrijven te faciliteren. En daar hoeven we nog niet naar Gaxel toe. Een moedje pakken en bellen met mensen. Ja, dat is een kleine moeite. Ja, maar al het andere, wat ik al zeg, betrokkenen paragraaf, charrette, het is allemaal procedurele dingen die opgetuigd worden, waardoor we uiteindelijk in de procedure zelf als overheid een vinkje kunnen zetten. Nou, wij geloven daar niet in. We zijn bijvoorbeeld ook heel erg verrast doordat we zoveel inbreng hebben gehad van betrokken Winterswijk. Die zeggen, ik weet wel iets van energie in Winterswijk, ik weet wel iets van gasaansluiting, ik weet wel iets van klimaatneutraal zijn. Ja. Er is zoveel kennis hier in Winterswijk. Ja. Het enige wat wij hoeven doen is niet mensen uit Rotterdam inhuren, maar die mensen vragen. En die komen 2 uur bij je op de koffie en hebben een geweldige dag en we hebben ontzettend veel geleerd. Ja, maar goed, de betrokken paragraaf, dat is mensen betrekken, maar dat betekent niet dat ze gelijk krijgen eigenlijk. Nee, dat hoeft ook niet. Dat zit een gevaar op de verwachting gauw in eigenlijk. Ja. Je wordt gehoord, maar dat is misverstand zal eeuwig blijven als mensen zeggen van ik heb toch verteld wat ik wil en dan krijg je uiteindelijk niet je zin dat ze af en toe boos worden. Ja, dat gaan wij niet veranderen. Nee, maar u krijgt nou op Tunterveld krijgt u nou woningbouw, hè? Er wordt onderzoek gedaan, maar iedereen kan op zijn klomp aanvoelen wat de uitslag van het onderzoek zal zijn. Ja, en dat wordt dan gedeponeerd en dan u heeft daar helemaal geen inbreng in gehad eigenlijk, in dat hele proces? Ik vermoed straks van niet, maar waar het om gaat is niet of bij mij of niet, wel of niet in de achtertuin gebeurt. Het gaat erom dat we zuinig zijn op het buitengebied en op de kom van Winterswijk die we hebben. In alles in ons partijprogramma sijpelt door dat het bestaande wat we hebben gaan we eerst eens van betere kwaliteit voorzien. Ja. Dus dat betekent dat we in plaats van gaan uitbreiden met woningbouw of uitbreiden met industrieterrein, dat we eerst gaan kijken wat is er nu wat misschien beter kan. Ja. En dan kijk je naar het bestaande industrieterrein. Iedereen ziet het. Ik roep iedereen op die nooit op een industrieterrein komt om ze de fiets te pakken met de jaarwisseling en eens rond te rijden. Het sterft van het oud ijzer. Ik kan het niet anders roepen. Het sterft van het oud ijzer. Want waarom zou je als college, zeg maar, ik vind het een beetje de arrogantie hebben, om een mooi plan wat uit de oppositie komt te negeren, terwijl je zit er allemaal in die raad, met z'n 21 zitten wij daar, om het maar te zeggen, voor Winterswijk. Ja. Het zou mooi wezen als we er allemaal voor Winterswijk zaten, maar dat gaat hem niet worden. Maar we zijn met elkaar bezig om het voor Winterswijk beter te maken. En daar hebben we wel zure appels waar we erheen moeten, maar er zijn ook mooie plannen. En waarom zou je niet ook dat mooie plan, wat vanuit de oppositie komt, waarom zou je dat niet omarmen? En dat wil niet zeggen dat je alle plannen maar moet omarmen, maar nee, geef elkaar wel die ruimte om samen voor Winterswijk goed verder te gaan. En dat heb ik de afgelopen jaren gemist in eerdere coalities. Heb ik wel gezien dat er wel eens wat ruimte was, maar nu was dat helemaal weg. En wij vinden dat je dat met zo'n raadsakkoord, dat daar die ruimte meer in zit. U bent lijsttrekker, hoe ziet die lijst verder uit? Hoe ziet onze lijst er verder uit? Wij hebben een mooie lijst. Ja.
Nou, kunt u wat namen noemen? We hebben wat namen. Giel Steenbeding. Nou, Giel die is al nummer 2. Op nummer 2. Ja. Jeanette Koels op nummer 3. Ja. Henk Hoening op nummer 4. Marcel op 5. Ja, Marcel Roenink op 5. Klaas Dijkstra op 6. Ja, op 6. Even kijken. Roy Stammers op 7. Carmen Veldhuis. Ja. Arjan Ter Haar. Ja. Remco Oonk. Uit alle geleerdingen hebben we wat. Het is ook lastig om ons ergens in een hoek te drukken, vermoed ik. Omdat nee, daarom. Noem het maar links, rechts, midden, onderboven. We zitten eigenlijk overal wel. En dat is ook een beetje het idee. Ja. En die eerste 10 die zijn nu gepresenteerd. Die staan op onze website en op Facebook. Kan je ze vinden. Het verkiezingsprogramma is ook al klaar. Ja, staat ook op de website. Ja. Maar er komt nog een mooi stuk lijst achteraan zo meteen. Dat is de tweede trap van de lijst van mensen die ons ook een warm hart toedragen. Of van wijze heren. Van allerlei planage. En dat is het leuk. Het moet ook een doorsnee zijn van de Winterswijkse bevolking. We hoeven niet alleen maar jasje, bordje, truitje. Ik zit ook heel dag in de grond te vroeten. En een ander zit in het onderwijs en een ander doet dit. En dat is juist het mooie. Want je neemt allemaal je ervaring mee. En tuurlijk dat je daar een paar mensen tussen hebt zitten die ook iets meer bestuurder zijn als wat anders is ook goed. Maar dat moeten niet alleen nog maar een soort ambtelijke bestuurders wezen. Je moet juist alle pluimage erin hebben zitten om de goede discussie te voeren. Om ook in de goede voedingsbodem van Winterswijk te sonderen, om het zo maar te zeggen. Ik ben altijd zielsblij dat ik ook wekelijks nog lekker in het bouwketje zit. Want dan hoor ik dingen waar de helft van de politici wakker van zouden leggen s'nachts. Wat er daar wel eens uitgekraamd wordt over de Nederlandse politiek en over hoe dat leeft. Maar zo leeft het wel op dit moment onder de mensen. En ik ben het is niet altijd fijn dat het zo is, maar zo wordt het wel beleefd door een heel groot deel van de bevolking en daar moet je de ogen niet voor sluiten. Ja. Ook daar moeten we wat mee. Ja, 16 maart 2022 is gemeenteraadsverkiezing. Wat is uw prognose? Zit nu met 2 zetels in. Ik hoop... U had de vorige keer heel veel voorkeurstemmen, wel onder het kopstuk VVD. Ja. Met name uiteraard een buitengebied. Ja. Dus u bent wel heel bekend. We hebben een mooie lijst en ik hoop dat... Ja, je glundert al, dus dat zal wel lukken. Tuurlijk, je moet altijd positief blijven. Ja. Ik hoop dat we een paar zeteltjes gaan winnen. Maar hoe groot wij worden, dat is natuurlijk altijd koffiedik kijken. Dat is, maar als je redelijk veel zetels haalt, ook nog deelname in het college? Als die kans er is, dan zullen we dat als Voor Winterswijk niet uitsluiten natuurlijk. Want daar doen we het voor zeker. Omdat wij toch wel bepaalde ambities hebben in ons partijprogramma. Dat we zeggen, het moet anders in Winterswijk. En als je dan mee kan doen, dan kan je aan de knoppen zitten wat dat betreft. Ik zie glunderende ogen, dus ook nog bereid om wethouder te worden, heb ik de indruk. Nee, laat mij lekker in de grond vroeten. Dat moet een ander doen. We gaan het zien. Dat hangt helemaal van een coalitie af die er komt. Ik vind, dat moet ook klikken natuurlijk. Ja, hè? Een wethouder naar voren schuiven voordat je weet van wat voor coalitie er komt. Dat moet passen in een coalitie. Soms moet je in een coalitie een eenheidssmeder hebben. En een andere keer moet je een echte bestuurder hebben. En een andere keer moet je een buiten de box denkende gek hebben die ertussen gaat zitten, bij wijze van spreken. Maar het kan per coalitie verschillen, dus dat moet je niet zomaar vast gaan leggen. En dan speelt die betrokkenheidsparagraaf natuurlijk een hele grote rol daarin. Die speelt een hele grote rol. Dat is, dat is al een waarschuwing richting de andere partijen. Ja, betrokkenheidsparagrafen. Hoe moet je het zeggen? Gewoon een manier van besturen. Want ik vind als college moet je je kwetsbaar op durven stellen. Moet je naar de mensen toe durven gaan. En wethouder zijn is geen vak van 4 dagen in de week en de avonduren. Wethouder is volgens mij een vak waar je op dat moment uit bent. Volgens mij 24 uur per dag mee bezig bent. En niet op vrijdagmiddag al bij de sportschool kan zitten. Maar volgens mij moet je dan op de koffie zitten bij een van de inwoners in Winterswijk. Om eens te horen wat er nou echt mis is. Goed, bedankt voor je toelichting. En dank. Prettige jaarwisseling. Ja, en zelf, iedereen in Winterswijk gezond en goed 2022. Iedereen in Winterswijk ook. Ja.